uitgezonden met Kerstmis door de Nederlandse sectie van de BBC en geschreven door de latere VVD-politicus Theo Joekes. Het is een bijzonder hoorspel omdat het een van de allereerste is waarin geluidseffecten voorkomen. En omdat het originele draaiboek ook bewaard is gebleven, weten we dat die effecten destijds gewoon van grammofoonplaten afkomstig waren. Platen die direct tijdens de opnames gedraaid werden. De opnames moesten namelijk in één keer goed op de opnameplaten komen, want monteren was in die tijd nog nauwelijks mogelijk. Om die reden horen we heel wat versprekingen langskomen, en die versprekingen hebben we er vanwege de authenticiteit ook gewoon in laten zitten. De acteurs zijn hoorbaar heel wat minder professioneel dan die uit het vorige stuk. Vermoedelijk waren het vrijwilligers afkomstig uit de toenmalige Nederlandse kolonie in Londen. En van die acteurs is alleen de naam van F. Renier of Renier overgeleverd. Hij speelde de rol van expeditielid Lashley. Luister naar Kerstmis aan de Zuidpool, een hoorspel uit 1948 van Theo Joekes, destijds uitgezonden door de Nederlandse sectie van de BBC. Kerstmis aan de Zuidpool. Een programma samengesteld uit de dagboeken, brieven en reisbeschrijvingen van 6 leden der Engelse Zuidpool-expeditie die tussen december 1910 en januari 1913 ruim 2 jaar in het Zuidpoolgebied doorbracht. Te weten, kapitein Robert Scott, de leider van de expeditie, luitenant Evans, luitenant Bowers, H. Ponting, A. Cherry Garrard en zeeman Lashley. Kerstmis aan de Zuidpool. Vertrok de Terra Nova, een driemaster met hulpmotoren, bemand met 32 koppen en met 26 van de 33 expeditieleden aan boord, uit de haven van Londen. Het doel van deze Zuidpool-expeditie was tweeledig. Ten eerste, zoveel mogelijk nadere gegevens te verzamelen over dat nog vrijwel onbekende zesde werelddeel. De ligging en samenstelling van land en ijs, het weer, de magnetische afwijkingen, dieren- en plantenleven, zeestromingen en nog veel meer. Ten tweede, de Zuidpool zelf. In het hart van een uitgestrekte, ijzige hoogvlakte. Een plek die nog nooit door een levend wezen was betreden. Op 27 oktober 1910 arriveerde de Terra Nova in Lyttelton, Nieuw-Zeeland. De laatste voorbereidingen, bijladen, bunkeren, inventariseren, namen een maand in beslag en op 28 november zette het schip, met het nu voltallige expeditiepersoneel aan boord, definitief koers naar het zuiden. Op 7 december werd de eerste ijsberg gesignaleerd. Op de 9e begon de strijd tegen het pakijs dat het Poolcontinent en de aangrenzende open zee ongeveer tussen de 65ste en 70ste breedtegraad in een dichte gordel omgeeft. Zondag 25 december, eerste kerstdag. Positie 59 graden 5 minuten zuid, 78 graden 30 minuten oost. Eergisterenavond was ik vol hoop dat we eerste kerstdag in open water zouden doorbrengen. Doch de omgeving is maar al te kerstmisachtig. IJs rondom, laaghangende nimbuswolken waaruit af en toe lichte sneeuwvlokken neerdwarrelen, verduisteren de hemel. Hier en daar werpt een kleine vijver open water een zwarte weerschijn op het wolkendek. Voor het overige is alles van schemerwitte ijsblink vervuld. De 22e maakte Bowers, Wright, T.
Taylor en ik, Evans, jacht op een troep jonge penguins op het ijs. We vingen er 9 voor ons kerstmaal. We begonnen de feestdag met niertjes uit onze voorraad bevroren vlees. Kapitein Scott leidde de kerstdienst, die door de voltallige bemanning kon worden bijgewoond, omdat we immers zonder stoom in de ketels in het pakijs vastgevroren lagen. De officierskajuit was versierd met onze sleevlaggen en een nieuw blauw tafelkleed zorgde voor een algemene opvrolijking van ons verblijf. Die vlaggen werden op polexpedities door de officieren gevoerd en bestaan uit het kruis van St. George met een wimpelvormig verlengstuk in de heraldische kleuren van de eigenaar en daarop geborduurd zijn familiewapen. De mannen in het vooronder aten hun kerstmaal tussen de middag. Ze kregen vers lamsvlees en pinguïn in overvloed, maar vreemd als het klinkt, dat vonden ze niet goed genoeg voor hun kerstdiner. We dronken op de gezondheid van onze leider, die in een korte en toepasselijke toespraak vooral wees op het feit dat we op deze dag, wat tijdsduur betreft, het midden van de expeditie hadden bereikt. We hadden een zomer en een halve winter achter de rug, zo zei ik. En we hadden een halve winter en een tweede zomer voor de boeg. We moesten nu in ieder opzicht weten hoe we ervoor stonden. We wisten hoe het gesteld was met onze voorraden en vervoermiddelen. En ik betuigde in bijzonder mijn dank aan de magazijnmeester en aan hen die met de zorg voor de dieren belast waren. Ik zei dat de toekomst in zekere mate van geluk afhankelijk was. Maar dat de ervaring me had geleerd dat ik onmogelijk mensen had kunnen kiezen die beter voor hun taak berekend waren dan zij die in het voorjaar de reis naar het zuiden met mij zouden aanvaarden. Ik dankte hen allen voor de werkkracht die ze hadden getoond en voor het vertrouwen dat ze mij hadden geschonken. We dronken op het welslagen van de expeditie. Toen was het woord aan de anderen, te beginnen bij mijn linkerbuurman en zo de hele tafel rond. In plaats van een speech af te steken, bracht Bowers een luisterrijke kerstboom binnen, gemaakt van een skistok en gespleten bamboe, met een veer aan het uiteinde van elke tak. We hangen met kaarsjes, lekkers, geconfijte vruchten en het onzinnigste speelgoed dat van Wilson afkomstig was. Titus kreeg 3 cadeautjes waar hij geweldig mee in zijn schik was. Een spons, een fluitje en een klappertjespistool dat afging wanneer hij op de koof drukte. De rest van de avond vroeg hij de een naar de ander of hij soms zweette. Nee, was het antwoord. Wel waar, zei hij dan, en veegde hij zijn gezicht af met de spons. Als je me een groot plezier wil doen, dan moet je op de grond vallen als ik je doodschiet, zei hij tegen me. En daarna ging hij rond en schoot hij iedereen dood. Van tijd tot tijd blies hij op zijn fluitje. Ponting hield een reuze lezing met lantaarnplaatjes die hij sedert onze aankomst hier gemaakt had. De plaatjes waren prachtig. Ze lieten ons alle soorten ijs zien die we op onze reis waren tegengekomen. Er waren foto's van pinguïns, walvissen en zeehonden. Vogellevel in het pakijs, opname bij kunstlicht van mensen en ponies. Foto's van de Erebus en andere vertrouwde bakens uit het landschap om ons heen. In één woord, een schitterende fotografische reisbeschrijving. Want overal was Ponting met zijn camera geweest. Langzamerhand begon het druivenat merkbaar in te werken op deze mensen die al zo lang aan een eenvoudige leefwijze gewend waren. Onze bioloog had zich op zijn sponde teruggetrokken, terwijl Uts, de zwijgzame soldaat, overborrelde van de grappen en met alle geweld dansen wilde met Anton. Bootsman Evans uitte luidgefluisterde confidenties. Pat Cohen, Ierser dan ooit, was uit op een politiek twistgesprek, terwijl Clissold met een brede glimlach ter neer zat en de conversatie af en toe met een kreet van pure vreugde onderbrak. Een andere bootsman, die voor het naar bed gaan nog een luchtje was gaan scheppen, misschien om onder de sterrenhemel enkele ogenblikken in de eenzaamheid over de dwaasheid der menselijke zwakheden na te denken, werd in zijn ondergoed en pyjama languit in de sneeuw aangetroffen. De temperatuur was 40 graden onder nul en moest worden bijgebracht. Even voor 1, zei er iemand, er is een prachtige aurora aan het beginnen.
Ik trok snel mijn warmste kleren aan en liep naar buiten. De heerlijke frisse lucht in. Gevolgd door kapitein Scott en verschillende anderen. Uit het oosten kwam een groenachtige gloed opzetten. Waar het silhouet van de besneeuwde erebus zwart en dreigend tegen afgetekend stond. Uit het midden van de gloed spoten geweldige lichtstralen op naar het zenit. Als zoeklichten heen en weer dwalen tussen de sterrenbeelden. Voortdurend bewegend. Geen ogenblik stil. Toen sproten er gele vlammen uit het oostelijke vuur die zich over de rand van de baangletscher stortte en de loop daarvan kilometers ver volgde. Ze sprongen hemelwaarts, daalden en rolden in trage golven langs de glooiing van de vulkaan als ware het vloeibare lava. Aan de hemel boven ons ontrolden zich fosforescerende met franjes afgezette gordijnen. Serpentines van licht gloeiden langzaam op en schenen elkander toe te wenken. Telkens en telkens weer glansden en doofden ze, wassend en slinkend, ebbende, vloeiende golven. Toen leek het of die zacht geplooide draperieën met een lichte, rimpelende blos werden overtrokken, die even later schroomvallig weer oplosten. Ten slotte vielen ook de lichttapijten zelf uiteen en bleef alleen het zachtige pink van sterren over in het blauw-zwart van de poolnacht. Zo, afgezien van een paar houten hoofden de volgende morgen, eindigde het midwinterfeest. Eind augustus kwam de zon terug en werd het wetenschappelijk werk in de buitenlucht met verdubbelde energie hervat. 16 leden van de expeditie bereiden zich voor op de sleetocht naar de Pool. 1630 kilometer heen en 1630 kilometer terug, met tractors, ponies, honden en het grootste deel te voet. Op 1 november 1911 vertrokken ze. Na 40 dagen en een serie tegenslagen hadden ze de voet van de ruim 300 kilometer lange Beardmore-gletscher bereikt, die de barrière met het 3000 meter hoger gelegen Poolplateau verbindt. Zoals afgesproken was, keerden 4 man aan de voet en nog eens 4 aan de top van de gletscher naar huis terug. De 8 overgeblevenen waren de Pool op 25 december 1911 tot op 385 kilometer genaderd. Op de eerste kerstdag 1911 stonden onze twee nietige tentjes opgeslagen op het Koning Eduard de Zevende plateau. De enige stipjes die de monotonie verbraken van die grote, witte, glinsterende, barre vlakte die zich uitstrekt van de Beardmore-gletscher tot aan de Zuidpool. Er woei een lichte bries uit het zuiden en af en toe dwarrelden wolkjes poedersneeuw rond de tenten en langs de lopers van de sleden om als rook bijna naar het noorden weg te stuiven. In de tenten lagen de zwaar ademende gedaanten van ons achten. Om een uur of 4 's morgens werden de slapers onder dat benauwende linnen afdak meestal onrustig. Af en toe schrok er een wakker, keek op zijn horloge en dommelde weer in. Precies om 5 uur riep onze leider dan Evans, en in een oogwenk was alles druk in de weer. We krabbelden uit onze slaapzakken en alleen de kok van de week bleef in de tent. De anderen vulden in wilde haast de aluminium eetpannetjes met korrelige harde sneeuw. Als die naar binnen waren gereikt, haalden we onze sokken, bondschoenen en beenwindsels van de drooglijn die we tussen 2 skis hadden gespannen, de skis rechtop in het ijs geplant om ze niet onder te laten sneeuwen. De onvermoeibare Bouwers zwaaide de thermometer in de schaduw totdat het kwik niet verder omlaag wilde. Wierp een blik op de wolken, maakte een paar aantekeningen in zijn zakformaat meteorologisch logboek, blies op zijn tintelende handen, keek waar de wind vandaan kwam en rende terug naar de tent waar wij intussen al op onze opgerolde slaapzakken zaten. De primus brandde met een eigenaardig diep gesnar en de onmiskenbare lucht van petroleum vulde de tent. En tegen de tijd dat we ons nachtschoeisel uit en onze bondschoenen aangetrokken hadden, verkondigde de pittige geur van pemmikan dat het ontbijt klaar was.
Dat werd daarop met dezelfde haast naar binnen gewerkt. Toen gingen ze op weg. De eerste anderhalf uur schoten we flink op. Toen begon het terrein te stijgen. En tot onze ergernis merkten we dat we weer midden in de spleten zaten, met richels van gladde, hard bevroren sneeuw langs de randen, zodat het moeilijk was bij het trekken van de slee houvast voor onze voeten te vinden. We haalden onze skistokken tevoorschijn, wat enige verbetering bracht, maar we moesten sterk laveren. En meer dan eens zakte er iemand tot zijn middel weg. Nadat dit een half uur geduurd had, keek ik om en zag dat de tweede slee een eind achter ons stilstond. Er was kennelijk iemand in een split gevallen. In onze ploeg maakte Leslie de lelijkste tuimeling. Met tuig, trektouw en al verdween hij in de diepte. Ik was blij dat ik hem een paar dagen tevoren een nieuw touw gegeven had, toen ik zag dat het oude nogal versleten was. Zijn val rukte Crean en mij van de been, zodat we achterover op de grond terechtkwamen. Crean was machteloos, omdat zijn tuig klem kwam te zitten onder de slee die halverwege over een 2 meter brede sneeuwrug hing. Ik was even bang dat de slee ook verdwijnen zou. Maar gelukkig liep de spleet diagonaal. Leslie was door een groot overhangend stuk ijs aan het gezicht onttrokken. Eerst bevrijdde Teddy Evans en ik Crean. Toen heesten we gedrieën Leslie met het klimtouw naar boven. Het was natuurlijk niet zo'n lollige sensatie. Vooral niet op kerstdag. En het was nog mijn verjaardag ook. Toen ik daar zo in de ruimte hing rond te tollen, duurde het een paar seconden voor ik mijn positieven bij elkaar had en kon zien in wat voor parket ik nou terechtgekomen was. Wel, het was lang geen sprookjespaleis. Toen ik alle 5 bij elkaar had, hoorde ik iemand van boven roepen: "Leef je nog, Leslie?" Ja, ik leefde nog, zeker. Maar ik voelde er weinig voor om midden in de lucht aan een stuk touw te bengelen, vooral toen ik er eens rondkeek en zag waar ik hing. De spleet was 20 meter diep, 2 meter breed en 40 meter lang. Ik had tijd zat om het allemaal in me op te nemen. Ik kon de breedte meten met mijn skistokken, om reden dat die nog aan mijn polsen zaten. Het duurde een hele tijd, zo leek het tenminste, voordat ik een touw langs me naar omlaag zag komen. Er zat een lus aan waar ik mijn voet in stak, om zo naar boven gehesen te worden. Het was een karwei dat ik liever niet elke dag zou opknappen, want in die spleet had ik het koud gekregen. Mijn handen en gezicht waren een tikkie bevroren, en dat maakte het moeilijk om mee te helpen. Maar goed, meneer Evans, Bowers en Crean zeulden me eruit. En Crean zei: "Nog vele jaren." Ik dankte hem natuurlijk beleefd en de anderen lachten. Maar ze waren allemaal blij dat ik me niet bezeerd had. Alleen wat geschrokken. Die morgen vorderden we meer dan 8 mijl. Op de barrière had ik genoeg uit de rantsoenen weten achter te houden om iedereen dit keer met de lunch een reep chocola en 2 lepels rozijnen te geven. De rozijnen in de thee. 'S middags raakten we de spleten gelukkig al gauw kwijt. Maar tegen de avond zette kapitein Scott de geweldige sokken in en scheen niet van ophouden te willen weten. De wind ging liggen. Mijn sneeuwbril raakte telkens en telkens weer beslagen door mijn adem. We kregen het drukkend heet in onze windjakken. En al met al voelden we ons tamelijk beroerd. Eindelijk stopte kapitein Scott, maar toen hij zag dat we 14¾ mijl hadden afgelegd, zei hij: "Zullen we het 15 maken ter ere van Kerstmis?" De 2 ploegen worstelden door tot even over 8, toen Scott eindelijk het sein gaf om het kamp op te slaan. Wat waren we moe en bijna uit ons humeur. Maar zodra de tenten stonden, keken onze ogen weer vrolijk uit onze smerige, stoppelige gezichten. Weer kookte de kekel en die avond was er werkelijk een goede maaltijd. Van alles en meer dan genoeg. Het maal bestond uit een heerlijke vette soep van ponyvlees en fijngestampt beschuit. Daarna een chocoladebrouwsel met als ingrediënten water, cacao, suiker, beschuitkruim, rozijnen en een lepel arrowroot als bindmiddel. Voedzamer spul kan je niet voorstellen. Toen, voor elk een stuk Jan in de zak van 4 bij 4 centimeter, bespoeld met een flinke mok chocolademelk.
Bovendien kregen we allemaal 4 karamels en 4 stukken geconfijte gember. Na dit feestmaal konden we ons nauwelijks bewegen. Wilson en ik moesten zelfs een deel van onze trommelkoek laten staan. Wat hadden we een verhalen over thuis. Wat een plannen maakten we voor volgende kerstmis. En tenslotte kropen we in onze met bont gevoerde slaapzakken bij uitzondering eens door en door warm. Dankzij het overvloedige eten waar we zo'n behoefte aan hadden. Nadat de anderen in mijn tent waren ingeslapen, zei de kleine Bowers, welterusten. En toen, Teddy, als alles volgend jaar met kerstmis in orde is, dan zullen we alle arme kinderen die we maar vinden kunnen eens helemaal volstoppen met lekkers, hè? Op dat ogenblik was het ondenkbaar dat van ons achten er 5 weldra bevroren op de grote ijsbarrière zouden liggen. 5 die hun leven verspeeld hadden in een serie vernietigende slagen, toegebracht door moeder natuur, de enige die beslist over het lot van hen die zich wagen in het hart van dat bevroren continent. Op 18 januari 1912 bereikten Scott, Wilson, Bowers, Oates en bootsman Evans de Pool. Daar wachtte hen een vernietigende teleurstelling. De Noor Amundsen was er een maand voor geweest. Dezelfde dag aanvaarden de 5 Engelsen de terugtocht. Tot de gletsjer ging alles goed. Maar op 17 februari zakte Evans van uitputting ineen en stierf. Weer een maand later, halverwege de barrière, offerde Oates, die door blaren aan zijn voeten niet meer mee kon, zich vrijwillig op door de tent uit te lopen om zijn makkers niet verder tot last te zijn. Het lot van de 3 anderen, uitgeput, hongerig, half bevroren, was nu ook bezegeld. Nog 28 kilometer wisten ze zich voort te slepen. Op 19 maart sloegen ze nog geen 20 kilometer van het dichtstbijzijnde depot dat hun redding had kunnen betekenen voor het laatst hun tent op. Daar stierven ze, ongeveer 10 dagen later, en zoals uit hun dagboeken blijkt, rustig, moedig en met hun lot verzoend, terwijl buiten, huilend, de sneeuwstorm woedde. U hebt geluisterd naar Kerstmis aan de Zuidpool. Samengesteld uit de reisverhalen van kapitein Scott, luitenant Evans, luitenant Bowers, H. Ponting, A. Cherry Gerard en W. Lashley. Dat is het einde van deze uitzending voor Nederland van de BBC uit Londen. Goedenavond.